Dit is Yin Davu, 53 jaar en onze Chinese reisgenoot. Hij leeft op water, gedroogde vis en rozijnen en vermaakt zich prima met zijn telefoon. Kan hij lekker meezingen, waarschijnlijk aan het oefenen voor karaoke. De intocht in China is spectaculair. We worden met luide marsmuziek ontvangen en meteen op een zijspoor gezet. De controles kunnen weer beginnen. De spoorbreedte in China is niet hetzelfde als die in Mongolië en Rusland. En hoe los je dat op? Juist, niet door de mensen te laten overstappen op een andere trein, maar gewoon een ander treinstel eronder te zetten. We worden dus de lucht ingetild en het onderstel wordt in 2 uur tijd verwisseld. De reis kan hierna weer worden voortgezet in dezelfde trein. Wat ben je aan het doen, Herman? Ik eet een slice of app. Wat is dat? App. Een slice of duck. Een slice of je vader. Het bevalt ons hier prima in China. De mensen zijn vriendelijk. We zien overal gratis toiletten en schoon. De bruidsjurken zijn spuuglelijk. We zien kinderen niet met een luier om, maar met een broekje met een open kruis. Tja, en wat doe je als je bij een warenhuis een hele lange rij mensen ziet staan? Dan ga je daar natuurlijk achteraan sluiten. Nou, en wat blijkt na lang wachten? Uiteindelijk krijgt iedereen een gratis glaasje limonade. Nou, komt bekend voor. Net op de foto. En wat doen we? Kijk. Picture this. Een paar jaar geleden nog symbool van de studentenrellen. Inmiddels, dag mevrouw. Inmiddels kunnen wij hier gewoon fietsen. En ook gebeurt zo. No, bus. Van de verboden stad. Daar gaan we zo naar binnen. We zijn nu in de verboden stad. De weg oversteken in China lijkt ook erg gevaarlijk. Zelfs bij een zebrapad is het rennen voor je leven. Ook is fietsen een ware kunst. Je moet erg assertief zijn.
Je kunt als fietser nog wel de voetgangers van hun sokken fietsen. Maar verder ben jij de ene laagste in rang. Wat wil zeggen dat iedere ander jou van de sokken probeert te rijden. Ook moet je oppassen voor art students. Dat zijn mensen die je de weg kunt vragen, maar dan geven ze je gegarandeerd verkeerde aanwijzingen, waardoor je uiteindelijk in hun hol belandt en ze dan je proberen hun artwork te verkopen. Is het natuurlijk heerlijk om je even te laten masseren. Maar helaas voor Herman blijken de massagetafels in China te kort. Ook zijn we hier naar de dierentuin geweest. We wilden de pandabeer graag zien. Dit was een grote vergissing. De omstandigheden waaronder de dieren hier moeten leven in de dierentuin zijn verschrikkelijk. Oké, hier waren we misschien al een klein beetje bang voor. Waar wij voor betaald hebben is Animal Castle. Maar dat is voor kleine kindjes.